U kunt de snelheidsregelaar gebruiken om de auto op de vooraf ingestelde snelheid te houden zonder dat u het gaspedaal hoeft te gebruiken. Dit verhoogt het rijcomfort, vooral tijdens lange ritten. Druk op deze knop om de snelheidsregelaar te activeren. Dit controlelampje wordt grijs en het bericht snelheidsregelaar gereed set voor inschakelen verschijnt op het instrumentenpaneel. Samen met streepjes die aangeven dat de functie aan is en gereed om een kruissnelheid op te slaan. Bij een snelheid hoger dan 30 km per uur drukt u deze schakelaar omhoog of omlaag om de kruissnelheid op te geven. Uw huidige snelheid komt dan in de plaats van de streepjes en het controlelampje wordt groen. U kunt nu uw voet van het gaspedaal halen. We raden u echter ten zeerste aan om uw voeten in de buurt van de pedalen te houden, zodat u altijd klaar bent om indien nodig in te grijpen. U kunt de rijsnelheid op ieder moment wijzigen door deze schakelaar omhoog te drukken om de waarde te verhogen en omlaag om de waarde te verlagen. Als u de schakelaar omhoog of omlaag vasthoudt, dan wijzigt de snelheid met stappen van 10 km per uur. Denk eraan dat de snelheidsregelaar een remfunctie heeft voor neerwaartse hellingen. Het systeem kan dus gaan remmen om uw snelheid heuvelafwaarts te handhaven. U kunt op deze knop drukken om de snelheidsregelaar gecombineerd te gebruiken met verkeersborddetectie. Het systeem herkent dan snelheidslimieten en toont deze op het instrumentenpaneel. U kunt uw snelheidsregelaar dus instellen om rekening te houden met de op de verkeersborden waargenomen snelheden. Als u de maximumsnelheid overschrijdt, knippert de cirkel rond het bord en wordt deze weergegeven op het instrumentenpaneel om u aan te manen langzamer te rijden. Druk op deze knop om de kruissnelheid aan te passen aan de gedetecteerde snelheid. Uiteraard kunt u altijd zelf weer de controle overnemen over de acceleratie van de auto, bijvoorbeeld om in te halen. U hoeft dan alleen het gaspedaal in te trappen. U ziet dan de kruissnelheid geel knipperen op het instrumentenpaneel terwijl u inhaalt. Laat het gaspedaal los om terug te keren naar de rijsnelheid. Als de kruissnelheid is bereikt, wordt de weergave op het instrumentenpaneel weer normaal en treedt de snelheidsregelaar opnieuw in werking. Er zijn drie manieren om de snelheidsregelaar in standby te zetten. Druk op deze knop, trap het rempedaal in of schakel de auto naar neutraal. Als u de functie in standby zet, wordt uw snelheid opgeslagen en blijft deze zichtbaar op het instrumentenpaneel. Druk gewoon op deze knop om terug te gaan naar de opgeslagen snelheid. De snelheid wordt dan groen weergegeven. Als de vooraf ingestelde snelheid hoger is dan de huidige snelheid, zal de auto versnellen tot de ingestelde snelheid is bereikt. Als de functie in standby is gezet en u wilt deze hervatten met de huidige snelheid, drukt u deze knop omlaag. Uw huidige snelheid vervangt dan de opgeslagen snelheid. Om de functie volledig uit te schakelen, bijvoorbeeld in de bebouwde kom, drukt u deze schakelaar in. Het controlelampje op het instrumentenpaneel dooft en de opgeslagen snelheid wordt verwijderd. Denk erom dat deze functie een extra hulpmiddel is, maar dat u nog steeds alert dient te blijven tijdens het rijden. Let altijd goed op de verkeersomstandigheden en uw omgeving. Vergeet tenslotte niet dat u de snelheidsregelaar beter niet gebruikt in druk verkeer, op bochtige of gladde wegen of onder slechte weersomstandigheden.